Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Vandaag ga ik met de Simplex gewoon lekker hier al achter op dit veldje even wat proberen. Wel komt er een special guest. Iemand die eigenlijk niet meer zoekt, maar voor vandaag een uitzondering maakt. Want er zijn best wel heel veel vragen geweest waar die gebleven is. Nou, hij is er nog. Sterker nog, hij is nooit weg geweest. Alleen, zijn gezondheid laat het niet altijd toe. Of eigenlijk nooit. Maar nu, omdat we heel dicht bij hem zijn, komt hij even langs. En ik denk dat hij zijn piepstok mee heeft genomen. Strakke 77. Jawel. Een Spaanse euro. Een Spaanse euro. Dat is leuk. Dan moet je kijken hoe dat binnenkomt. Zo te bieten toch op van mijn veld, man. Wat doe je hier? Ga naar je eigen wijk. Kom je een beetje mijn gemeente zoeken. Vuile schobbejak. Ja. Ik ben het bijna verleerd. Ik weet geen eens meer hoe de deus in elkaar zit. Voor al die mensen, en dat waren er echt heel veel. Voor al die mensen die vroegen waar is Gijs. Hier is Gijs. Ja, en ik heb eigenlijk nooit echt antwoord gegeven. Omdat ik vind dat het niet aan mij is om iemands privéleven overhoop te gooien. En zeker niet op internet te gooien. Dus ik heb eigenlijk altijd alles in het midden gelaten. Er kwamen natuurlijk een hoop geruchten. En er kwamen van alles en nog wat. Ja, Gijs was zwanger. Gijs had ruzie. En... Nou, dat lukt wel aardig. Nee. Gijs, ik weet niet of je het wil vertellen. Maar, ja, ik heb een hele roerige tijd achter de rug. Scheidingkie erdoor, huis verkocht. Dus verhuizingkie. Lichaam dat niet helemaal meewerkt. Ja, lichaam die niet helemaal af en toe wil wat ik wil. Dus... Ja, dus. Heel veel in een jaar tijd. En dit zijn dus de spaarzame tijden. De special guest is Gijs. Ja. Eigenlijk, ja, een super special guest. Omdat ja, hij hoorde eigenlijk altijd gewoon bij de inventaris. Ja. Dus er waren heel veel mensen die naar jou gevraagd hebben. Dus ik ben ontzettend blij dat je weer een keertje mee bent. Ja. Hoe leuk is dat? Ik vind gewoon een mes. En het is een... Staat erop. Ricordo di Venezuela. Oh, dan komt hij van heel ver. Maar hij is wel goed verrot al. Heb je niks meer aan? Ik zie hem hier liggen. Tien centjes. Nou, dit heb ik nog nooit gevonden. Dat is grappig. Hey Gijs, ja? Ik heb nou iets leuks. Het is een barcode. Dat is leuk, hè? Ja hoor, het zal geen kinderspeelgoed zijn. Je wil je auto repareren. Ja, zeker. Of die Ferrari voor jou? Ja, mijn Lamborghini. Wacht hier. Hier. Klinkt bijna hetzelfde als die voor jou, hè? Ja. Wacht eens. Euro. Ik denk 20 cent. Oké. Okay. Ik denk een vlugeldoppie. Een vlugeldoppie.
En terwijl Gijs naar China aan het graven is, haal ik er toch nog een... Hé? Oh, wat jammer. Ik dacht dat het een euro was, maar het is een soort Engelse munt, denk ik. Arabisch. Arabisch? Garabisch. Ik denk dat ik op een half bankstel zit. Uit de stenen thuisweg. Ben je doen, Gijs? Ik ben een bunker aan het uitgraven, volgens mij. Klinkt als steen, toch? Ja, nee, het klinkt als een heel groot stuk ijzer. Ja, trek eruit, laat. Wil je niet weten wat het is? Nee, ik wil niet weten wat het is, nee. Oh. Hoog in de 90, dus dan is het meest... Maar we gaan wel zien. We gaan het beleven. Ook een stuk vliegtuigonderdeel. Ja. Tube. Tube. Wat heb je, Gijs? 5 cent. 5 cent? Is old school dit. En? Uit welk jaartal? 91. Nee, joh. Dat zijn jongeren. Ja, dat waren de goede jaren, joh. Hé, hey, Gijs, moet je opletten. Nu is die uit, hè? Ja. Nu is die aan. Dat is veel te digitaal voor mij. Nu is die weer uit. Jeetje. De techniek staat voor niks. En nu is die weer aan. Dat is wat voor mij, kan ik hem niet vergeten uit te zetten. Gijs, wat heb je? Ik heb nostalgie. Nostalgie? Ja, een Willy Brokkamp Shellmunt. Voetbal. 1970, jongen. Die vind jij niet zomaar. Oh, hij wil niet eens focussen. Zo beroerd is het. Willy Brokkamp. Ja. 1970 of 71? 70 volgens mij. Ja, 1970. Dan is deze munt die 7 jaar ouder is dan ik ben. Ja. Waarom focust die niet? 25 jaar ouder dan mij. 7 jaar ouder dan dat ik ben. Ja. Maar zwaar zeldzaam deze. Ja, maar ga ik er overheen? Nee. Ik heb 1 cent uit 1971. Toch gewonnen. Kan ik je grond kopen? Oh. Zal ik de grond erin laten zitten? Ja. Zo. Dan moeten we alleen het trekkertje nog vinden. Ja. Vellamoes? Ja, Vellamoes. Een Zuid-Aalsmeers fietsplaatje. Oh. Is echt limited edition. Is er maar één van en die heb jij? Ja, die heb ik. Ga rechtop staan, dat is beter voor je rug. Vellamoes? Ja, Vellamoes. Vellamoes. Als jullie nou weten wat Vellamoes is, laat het dan even weten in de reacties. Is dat van Philosopher? Philosopher van Vellamoes. Vellamoesie. Philosopher van Vellamoes. Nou, het heeft even geduurd. Maar daar is er weer één, toch nog een muntje. Wat is het? 10 centjes. Aanhouden wind. Speciale vondst. Even inzoomen op Gijs' vondsten. Nou, lekker bezig. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 muntjes. Een sleutel zie ik leggen. Ja. Nou, die kon lopen waarschijnlijk. Ja. Nou, dan gaan we even naar mijn vondsten. Ja, maar jij hebt je zakgeld erbij gelegd. Ja, dat klopt. Want die is veel te nieuw. Ja. Die kan nooit gevind zijn. Nee, dat is allemaal... Het is allemaal trucage in begint de film. Godsam met die jaloezie nu al. Ja, we krijgen goudkeurtje al die jaren. Een mesje, een fluitje
een bako en een karretje. Hier wat muntjes. En daar wat troepjes. Vonden jullie deze video nou leuk? En vonden jullie het leuk dat Gijs er weer even bij was? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. Laat even lekker wat in de reactie achter. En dan zien we elkaar de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.